Welkom bij Maximum Motorcycle Channel. Vandaag de Kawasaki Versys 650 van bij Interbike. Ja, is helemaal gerestyled, ook wel wat deftig vernieuwd. Je ziet direct, ja, styling is echt naar de broer, naar de 1000. Er zit ook nu allemaal LED op. Je zit nog altijd natuurlijk met het twee-cilinderblok op de 650 met 66 pk en een 61 Nm koppel. Maar ook wel een van de grotere tanks, 21 liter normaal. Verstelbaar voorruitje. Vloeistof gekoeld, dik radiateurken. Nu met TFT scherm. Dus heel proper gedaan. ABS natuurlijk. Er zitten nu ook eigenlijk drie tractiecontrolestanden op, wat dat vroeger niet was. Alhoewel drie, eigenlijk zijn twee standen, één of twee. En je kunt het dan nog eens afzetten ook. Upside downforce, dubbele schijfrem van voor, enkele natuurlijk van achter. Onderliggend uitlaatje, gelijk of dat ze vroeger waren. De excentrische achterveer, die dat je wel nog een beetje kunt bijregelen. En van voor kan je ook nog aanpassen. Dus weer een heel compleet motokje. Prijs is vanaf een €8.500. Hij zal voorzien voor de kofferbakken die dat je er origineel op kan krijgen. Dus dan komt dat eigenlijk heel sleek voor. Je ziet eigenlijk met zelfs het standaard zadel dat dat heel erg comfortabel is. Je hebt ook een hele goede steun in je onderrug. Het is een van de comfortabelste kleinere allroads. Maar zeker in deze stelling, zo wat, ja, snowflake-achtig iets van design erop, ja, ik vind het gaat hem wel goed af. En deze nu is helemaal in het zwart. Ja, dat is weer mijn ding natuurlijk, maar ik vind hem wel echt tof. Je zit hier met verstelbare heveltjes ook. Het zijn wel nog rubberen remleidingsjes, omdat ja, het is ook wel een basic versie weer. Dus dat is altijd nog wel een upgrade dat je kunt doen. Goeie voetsteuntjes, vrij goede grip. Zithouding is heel goed. In de tank, er glijden echt schoon in. Dus je pakt hem echt schoon vast. Van achter, eigenlijk als een soort van gesmoked achterlicht. Heel proper. De gehele styling klopt gewoon bij deze ook weer. Dus voor eigenlijk weinig geld, heel veel motto, heel veel inbegrepen, vooral in veiligheidssystemen dan. Zichtbaarheid, versatiliteit. Dus ja, is niet voor niets snel een Versys natuurlijk. Maar ik vind het heel aangenaam, gelijk als je nu kijkt naar een Tracer 7, die heeft bijvoorbeeld geen upside downforce. Wat dat toch tegenwoordig wat meer verwacht wordt. Hij is wel aan de lagere kant van het vermogen tegenover de rest, alhoewel dat een heel goede concurrent is, zeker en vast. Want zijn powerband ligt gewoon weg helemaal anders. Dus in deze gaan veel docieler zijn in het begin. En vanaf een 6000 toeren komt hem eigenlijk eens in een powerband. Dat ga je straks ook wel horen eigenlijk in het rijden.
dat die noot verandert. Dus ik vind wel dat je dat heel duidelijk merkt. Maar ja, ik denk dat we hem genoeg bekeken hebben. We gaan de specs er nog even bij nemen. Cold startje achter de system check. Zit een automatische shock op natuurlijk. Ik hoorde hem direct zakken. Plaatsvoorzieningsjes voor nog wat opties. Vering ook, vangt heel veel op. Dus het is echt wel een van de meest comfortabele. Dus ook wel, doordat het een tweecilinder is, een aanwezige, ja, hoe moet ik dat zeggen, motorrem. Die dat toch eigenlijk er wel is, vanaf dat je van de gas afgaat, dat hem echt wel zo even in had. Maar hij voelt enorm stabiel aan. Hè. Dat zijn we ook gewend van Kawasaki. Of van flexibiliteit is dat echt zot altijd. Hè. Er zijn Kawasaki's. Toch moeilijk in te verslagen. Hij voelt ook heel licht. Alhoewel dat je direct ook voelt dat je die motor goed vast hebt. Dus die zit echt schoon tussen je benen. Je kniehoek is goed. Je zit met rechte rug. Je kunt je genoeg uit de wind zetten. Hey, draai ook. Hij is ook heel kort. Ik zit nog wel juist mee en achter mijn gat. Ik meen te zeggen, we zitten met een korte draaihoek. Even een verkeerd plaatje om te kunnen demonstreren. Maar alles is heel subtiel. Dus het zadel vind ik echt geweldig. Pakt u goed vast, je gaat geen zeer aan uw kop hebben. Echt top zadelje. Je kunt gewoon de combinatie pakken van motorrem en bijremmen. Roundaboutjes. Pak hem heel schoon. Of een wisselje. Hey, omdat Kawasaki vooral ook op comfort zit, heb je wel een beetje dat deinend gevoel. Dus hij gaat er zo wat meegaan met zijn vering. Maar je kunt hem harder afzetten, dat hem iets agressiever staat. Dat is geen enkel probleem. Maar het is ook echt een motor. Kijk, je laat nu gewoon los.
en je pakt hem gewoon heel schoon op stabiliteit. Als je nu bijvoorbeeld graag een quickshift erop wilt, eigenlijk kun je nog, ik dacht dat ze er al een uit hebben van Hiltec. Dat is een 300 euro. En die kunnen zelf eigenlijk steken, dus dat is niet echt een probleem. Dat is dan met een app dat je die instelt. Maar dat zou je perfect op kunnen. Dat je eigenlijk voor weinig budget ook er een quickshift erop zit net. Ook wel leuk is natuurlijk omdat het motorblok hetzelfde is als de alle 650's. Dan daar het eigenlijk ook in de uitlaten, daar je kunt kijken. Hè. Want het is nu niet de meest luidruchtige. Alhoewel dat hij niet slecht klinkt. Hè. Want tegenwoordig melden restricties op alles. Is het een beetje een ramp aan het worden, hè, van geluiden. Maar je zit goed uit de wind. De deflectie van alles zit goed. Een ideale motto als allrounder. Of dat nu gewoon werk, plezier, opstap, terug erin komen, ervaren rijder, maakt eigenlijk niet uit. Je gaat er sowieso plezier mee hebben. En hij gaat door wanneer dat je het wilt. Wel, de meerpower moet er natuurlijk naar de 1000 gaan. Hè. Dat is echt een fenomenale motto trouwens ook. Het stuur is ook zeker niet te breed of te smal. Het zit ook weer goed. En je houding is heel mooi recht en toch een klein tikkeltje naar voren. Eigenlijk juist wat je wilde. En dat toch je handen een klein tikkeltje naar binnen staan. Ik weet niet of je het een beetje deftig kunt zien. Maar gewoon hoe dat je hem op de baan plakt. Hé. Er zitten ook Bridgestone's op. BT35's geloof ik. En dat is er echt een ideale band voor. Die plakt echt heel schoon. Of dat je nu aan het doorjagen zit, of dat je nu kalm aan het rijden zit, of dat je nu het manoeuvreren is uit, het nat, allemaal goed. En nu met het elektronica pakket dat er standaard in zit, zitten we op alle kanten 7. Het is ook een motto die dat direct vertrouwen geeft, dankzij de systemen ook natuurlijk. Maar gewoon dat dan, ja, dat ze een setup is eigenlijk. Het is geen motto die dat overweldigend overkomt.
Maar we hebben maar een held achter het stuur. Maar je kunt je echt altijd gemakkelijk zetten. Genieten van de scenery. Een beetje doorjagen. En wat amuseren. Gewoon fun hebben. Het leuke hieraan is, vind ik wel, dat je de juiste verhoudingen heeft. Waardoor dat je in reglementaire snelheden evengoed plezier haalt. Want gelijk, dat is het probleem met zwaardere motoren. Veel van die van mij trouwens ook. Dat vanaf dat je eigenlijk een beetje begint te spelen, dat je altijd boven je reglement zit. Dat je altijd tegenwoordig, je mocht dan al bijna niks niet meer. Dus ik snap wel dat deze klasse meer en meer genomen wordt eigenlijk. Omdat als je er een beetje mee werkt, dat dat echt wel veel plezier uitkomt. Hè? En je weet dat hij zijn baan gaat houden. Hè? Je kunt er veel, veel korter mee afkappen dan dat je zou denken. Je mag echt heel goed je stuur gebruiken. Ik heb vaak ook motos die dat je een draaihoek niet echt goed zit en dan moet je veel met je heupen werken. Deze kun je echt gewoon gecombineerd pakken. Maar hij laat hem ook gewoon sturen vanuit de heupen. Hè. Kijk, ik hou nou gewoon dat stuur recht. Ik doe gewoon met mijn heupen. En die valt allemaal die bocht. Hè. Het geeft op een gemakje wat rondrijden. En dan maak ik het zo tof van in deze, dat dat echt die allround, dat dat er zo hard in zit. Dus je mag eigenlijk elke vorm van rijstijl hebben, plezier heb er toch op. Laag verbruik, vrij grote benzinetank, groter dan de meeste zelfs. Dus dat is een niet al top combinatie eigenlijk. Omdat het een tweecilinder is, heeft hem ook altijd koppel aanwezig. Het hangt er gewoon vanaf hoe hard dat je wilt dat hem trekt. En al vanaf daarvan houdt hem in zijn powerband ja of nee, of in welke vitesse dat je hem houdt. Dus je kunt hem kort houden, maar je kunt hem ook al zo heel docil houden. Dus dat vind ik eigenlijk top. Of van zulke motos, dat je eigenlijk altijd wel een karakter kunt maken wat je wilt. En de stabiliteit en hoe dat hem aanvoelt, ja, want het is een hoogpoter, maar toch even goed kun je gemakkelijk aan de grond. Je zit heel erg goed. Je hebt niet het gevoel dat je benen zo helemaal uitgerokken zitten of dat je helemaal opgetrokken zit. Nee, je zit juist goed. Je hebt die steun in je onderrug, die pakt dat echt gewoon vast. Je wordt direct in de goede griphouding gezet. Dus langs achter kun je niet weg. En aan de motor zelf, ja, je hebt hem perfect vast. Hè. Dus als je eigenlijk op zoek bent naar een perfect allrounder voor beperkt budget heel veel motto te hebben,
Dan denk ik dat we een serieuze contender hebben. Hè. Maar ik zou zeggen, maak eens een afspraak. Kom dan een keer testen. En wie weet is dit wel de motto dat jij zoekt. Hè. Dus bij deze, jongens, Maximum Motorcycle Channel out. Later. See you next time. Listen to the heartbeat. And the sound of police. Look.